Goedemorgen, welke dag is het vandaag? Het is vandaag de paarse dag. En de paarse dag is woensdag. Kijk maar. Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Vandaag is het dus de paarse dag, de donderdag. Gisteren was het de roze dag, de woensdag. Vandaag paarse dag, donderdag. En morgen is het de blauwe dag, vrijdag. Het cijfer van vandaag is 23. We zijn nog in de maand april. En het seizoen is nog lente. Goedemorgen, lieve kleuters. Het is vandaag weer een lang filmpje. Dus misschien is het handig om er meer in stukjes te kijken. Wat gaan we doen? Nou, als eerste oefening, waar hoor je k? En ik heb ook dat de plaatjes worden aangewezen en dan het woordje wordt gezegd. Dus jullie kunnen het gelijk daarmee meedoen. Dan, hoeveel woorden heeft de zin? Weer de oefening. Dus goed luisteren, tellen, het antwoord geven. En daarna gaan we even samen controleren of het antwoord wel goed is. En ik heb zelfs een foutje gemaakt. Dus ik hoop dat jullie die kunnen vinden. En we gaan weer de woordstukjes doen. En ik ga ook een oefening doen waarbij ik twee keer dezelfde kleur zeg. En jullie moeten raden welke kleur dat is. En daarna representeren. Dat is een opdracht van onze rekenmethode. Dus hoe vaak hoor je dat ik klap? Maar het is ook een spelletje wat je met je papa en mama kan doen. Maar ook met je grote broer of je grote zus. Maar jij moet het ook doen. Jij moet een cijfer lezen. En dat moet je ook gaan klappen. Maar dat vertel ik wel bij de opdracht. En het laatste is rijmen. Nog een keer rijmen. Dus nog een keer het rijmfilmpje. Ik weet dat deze al vaker is getoond. Maar kijk het nog een keer voor de zekerheid. Het is niet erg om iets te herhalen. Dat is alleen maar handig. Nou, doei, veel succes! Wij gaan nu de opdracht doen. Waar hoor je de k? Ik laat straks mijn computerscherm zien. En dan wijs ik het woordje aan en dan zeg ik het. En dan moeten jullie in jullie eigen werkboekje even aanstrepen of het de k is of je een k hoort, ja of nee. Oké, gaan we beginnen. Ananas. Klok. Bal. Kraan. Kroon. Skieler. Appel. Tas. Kam, bril, puzzelstukje, kaas, vlinder, touw, kleerhanger, fles. Dat zijn de woorden waar je een k hoorde, kruisje. Oké, luister goed. Hoeveel woorden heeft een zin? Ik zeg de zin voor. Jullie moeten tellen hoeveel woorden. En daarna geef ik het goede antwoord. Oké, gaan we weer beginnen. De koning is jarig. Hoeveel woorden? 4. Luister maar. De koning is jarig. Dat zijn er 4. Gaan we naar de volgende zin. De koningin viert feest. Hoeveel woorden? Weer 4. De koningin viert feest. Dat zijn 4 woorden. Gaan we naar de volgende zin. En dat is de koning pakt zijn mantel uit de kast. Hoeveel woorden zijn dat?
dat zijn er 8. Luister maar. En ik ga je even neerzetten, want dan kunnen jullie, kan ik het goed tellen. De koning pakt zijn mantel uit de kast. Dat zijn 8 woorden. Oké, gaan we naar de volgende zin. Hij zet zijn kroon op zijn hoofd. Hoeveel woorden? Dat zijn er 6. Luister maar. Hij zet zijn kroon op zijn hoofd. Nee, helemaal niet 6. Het zijn er zelfs 7. Kijk maar. Hij zet zijn kroon op zijn hoofd. Ik heb een foutje gemaakt. Het waren er 7. Gaan we naar de volgende zin. De koningin zwaait naar de mensen. Hoeveel woorden? Nu ga ik ze ook even tellen. 6. Luister of doe maar mee. De koningin zwaait naar de mensen. Dat zijn er 6. Gaan we naar de volgende zin. De vlaggen hangen uit. Hoeveel woorden? Dat zijn er 4. Luister maar. De vlaggen hangen uit. Dat zijn er 4. Gaan we naar de volgende zin. De gouden koets wordt vandaag niet gebruikt. Hoeveel woorden? 7. Luister maar. De gouden koets wordt vandaag niet gebruikt. Zijn er 7. En de laatste. De prinsesjes trekken de mooiste jurken aan. Hoeveel woorden? Weer 7. Tel maar mee. De prinsesjes trekken de mooiste jurken aan. Dat zijn er 7. Nou, had ik per ongeluk ook gewoon een foutje gemaakt. Ja, dat kan gebeuren, hè. Maar je moet altijd van je foutjes leren. Nou, we gaan weer door. Maar jullie hebben het top gedaan. En dan gaan we weer door naar de volgende opdracht. De oefening is, ik noem verschillende kleuren. En jullie moeten zeggen welk woord ik 2 keer heb gezegd. Welke kleur heb ik 2 keer gezegd? Luister goed. Rood, wit, rood, blauw. Welke kleur? De kleur rood. Goed zo. Gaan we naar de volgende. Blauw, blauw, oranje, wit. Welke kleur? Blauw. En nu gaan we naar de ene laatste. Rood, oranje, oranje, blauw. Welke kleur? Oranje, goed zo. En dan hebben we wit, wit, blauw, rood. Welke kleur? Inderdaad, wit. Goed zo. Oké, in deze opdracht ga ik de woordstukjes klappen. En dan doe ik de woordjes van boven naar beneden. En dan ga ik 4 rijtjes doen. Dus van boven naar beneden. Oké, dus ik klap het eerst. Daarna vraag ik hoeveel stukjes. En daarna geef ik het goede antwoord. Oké? Gaan we beginnen. Koning. Hoeveel stukjes? 2. Luister maar. Koning. Zijn er 2. Gaan we naar de volgende. Lintje. Hoeveel woordstukjes? 2. Luister maar. Lintje. Gaan we naar de volgende. Verjaar, ver, jaar, dag. Hoeveel stukjes? 3. Luister maar. Ver, jaar, dag. Het zijn er 3. Gaan we naar het volgende woord. Zwaaien.
Hoeveel woordstukjes? 2. Zwaaien. Dus dat zijn 2 woordstukjes. Gaan we naar het volgende woord. Koningshuis. Hoeveel woordstukjes? 3. Luister maar. Koningshuis. Gaan we naar het volgende woord. Wit. Hoeveel stukjes? 1. Wit. Gaan we naar het volgende woordje. Koningin. Hoeveel woordstukjes? 3. Koningin. Gaan we naar het volgende woordje. Koningsmantel. Hoeveel woordstukjes? 4. Koningsmantel. Gaan we naar het volgende woordje. Goud. Hoeveel woordstukjes? 1. Goud. Gaan we naar het volgende woordje. Kronen. Hoeveel woordstukjes? 2. Kronen. Gaan we naar het volgende woord. Koningspelen. Hoeveel woordstukjes? 4. Koningspelen. Gaan we naar het volgende woord. Rood. Hoeveel woordstukjes? 1. Rood. Gaan we naar het volgende woord. En dat is vlaggenstok. Hoeveel woordstukjes? 3. Vlaggenstok. Dat zijn 3 stukjes. Gaan we naar het ene laatste rijtje. Vlag. Hoeveel woordstukjes? 1. Vlag. Gaan we naar het volgende woord. Troon. Hoeveel woordstukjes? 1. Luister maar. Troon. Gaan we naar het volgende woord. Oranje. Hoeveel woordstukjes zijn dat? Dat zijn er 3. Oranje. Dat zijn 3 woordstukjes. Gaan we naar het volgende woord. Prinsesjes. Hoeveel woordstukjes zijn dat? 3, hè? Prinsesjes. Gaan we naar het volgende woord. Hoed. 1 stukje. Hoed. Gaan we naar het volgende woord. En dat is poets. Hoeveel woordstukjes? 1. Poets. Gaan we naar het laatste rijtje. En dat is blauw. Hoeveel woordstukjes? 1. Blauw. Gaan we naar het volgende woord. Wimpel. Hoeveel woordstukjes? 2, hè? Wimpel. En dan gaan we naar het volgende woord. Fotograaf. Hoeveel woordstukjes zijn dat? Dat zijn er 3. Fotograaf. En gaan we naar het volgende woord. Jurk. Hoeveel woordstukjes zijn dat? 1. Jurk. Gaan we naar het volgende woord. Paleis. Oh, moet ik het even klappen, hè? Paleis. Dat zijn er 2. Paleis. Gaan we naar het ene laatste woord. Paleizen. Hoeveel woordstukjes zijn dat? Dat zijn er 3. Paleizen. En dan gaan we naar het laatste woord. En dat is beveiliging. Hoeveel woordstukjes zijn dat? Dat zijn er 4.
beveiliging. Dat zijn ze, we hebben ze nu allemaal gedaan. En ik hoop dat het goed ging en dat jullie ook hebben mee kunnen klappen en dat jullie het goed hebben kunnen raden. Nou, toppertjes zijn jullie.